En ik vind het echt heel gaaf dat ik nu met mijn mega moos die kant op ga. Ben je met de Fjord straks het onveilig maken? Nou, net op tijd. Oh, wat zien jullie knap. Zo. Oh, dit ziet er echt zo leuk uit. Wij gaan nu van paard wisselen. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe Vlogmas video. Vandaag heeft Moos weer een grote rol in deze video, samen met Super Guus. Want ik ga zo meteen met Moos naar Jolande Adelaar. Ja, we gaan naar Academie Bartels en we zien wel wat we allemaal gaan doen. Waarschijnlijk gaan we wel een rondje rijden. We gaan Moos en Guus kennis met elkaar laten maken. En het wordt echt heel gaaf, omdat het grappige is dat, dit mag ik wel vertellen. Ik weet dat Jolanda dit ook gaat kijken, maar dit mag zij ook weten. Dit mag iedereen eigenlijk weten. Maar ik was vroeger best wel fan, of best wel heel erg fan van Jolanda en Super Guus. En door haar ben ik Fjord ook echt heel tof gaan vinden. En ik vind ja, de rood-black rotplak kleur van de Fjord ook heel mooi. En eigenlijk een paar jaar later heb ik gewoon een eigen mini Super Guus gekocht, om het maar even zo te noemen. Niet eens met de intentie van, oh, ik wil ook een Super Guus hebben. Maar Moos kwam op mijn pad en ik had heel veel andere rassen en kleuren paarden bekeken. Maar Moos, ja, daar had ik de beste klik mee en die heb ik toen gekocht. En ja, het is eigenlijk een soort van toeval dat hij zoveel op Super Guus lijkt. Alleen hij is wel echt een stuk jonger, want Super Guus is volgens mij nu 26. Is best wel oud. En nou, oud. Hij is nog hartstikke fit. Er wordt nog gewoon met hem gereden. Dus dat vind ik echt heel goed. Dus ik ben gewoon een beetje fan. Nou, een beetje heel erg fan nog steeds van Jolanda en Super Guus. En ik vind het echt heel gaaf dat ik nu met mijn mega moos die kant op ga. Ik heb heel veel zin in. Ik ga even de trailer aankoppelen. En dat is het. I would like to go there. At the back of the house. Where a high school teacher caught us when making. Daar staat onze knappe man. En ik zal even de schade laten zien. Hij heeft trouwens het wintercollectiehalster aan. Staat heel mooi. Hij is nu verkrijgbaar. Hij was een tijd niet verkrijgbaar omdat hij nog niet binnen was. Maar hij is nu wel binnen. Hij heeft hele mooie steentjes. Maar ik zal even laten zien ja, hoe vies de staart is. Verder is hij best schoon. Dus ik hoef hem gelukkig niet helemaal te wassen. Maar dat zou ik ook niet doen. Want we hebben hier alleen koud water. Dus het is gewoon te koud nu. Maar ja, dit hoort een beetje meer wit te zijn. Dus dit moet wel echt even, eeuw, even gewassen worden. Zo, meneer staat op de trailer. Ja, je ziet het helaas. Schuurt hij er altijd. Zeg maar, in de trainerstal doet hij dat niet. Maar zijn staart is verder schoon. Schoner dan in het begin. Dus we gaan nu op pad. Hold up, I am on my way. I'm in motion. Let's go to the ocean. Yeah, let's go outside. We zijn aangekomen zoals je ziet. En Moos gaat natuurlijk meteen... Oh nee, nee, loop je mee? Goed zo. Maar ik vind het wel grappig om te zien dat hier zo'n dressuurring ligt. Waar Olympische ruiters in rijden. Ja. En dan komen wij hier aangeschokt. Ja. Ik heb Moosje. We komen hier met de Fjord straks het onveilig maken. We gaan straks ja. Een rembaan, een Bartel. Kom, we gaan Guus ontmoeten. Moos mag bij Guus in de wei. We hebben eerst even langs het weiland gegraast. Oh, hij gaat helemaal de verkeerde kant op. Maar we hebben eerst langs het weiland gegraast. Om te kijken of Guus en Jai ja, interesse hadden. Nou, ze hebben even geneusd. Maar Moos wilde toch liever gras eten. Moos, pas op! Jai wordt even vastgehouden. Want Guus is iets liever. Ja, Moos is heel druk bezig met de andere paarden. Echt grappig, Moos. Ik kijk niet eens echt naar Guus. En nu is de deken van Guus af, dus nu herkent Moos hopelijk wel dat het ook een fjord is. Oh, ze staan heel lief bij elkaar. Ga je de staart nog losmaken? Zo! Nou, net op tijd. Nu wordt het monster vrijgelaten. Lief zijn, hè? Nee, ik wil niet dat je Moos iets aan moet, hè? Geloof me dat, hè? Oh. Daar gaat die baby Jai gaat los. Ja, ga maar even kijken. Leuk hè, de tweeling. Ja. Yeah. Oh. Oh jee, je loopt achter de verkeerde aan. Ja, hij ruikt natuurlijk ook anders met al die shampoo. Ja. Yeah. Oh. Sandwich. Oh, wat doen jullie gek zeg. Het is gelukkig niet allemaal agressief. Ze zijn gewoon een beetje aan het dollen volgens mij. Oeh! Oh ja, die staart van Moos. Er zit zo'n gat in. Wat erg. Oh ja, Jochus. Nee, ik zie het al, Moos. Jij gaat rollen. Ik zie het al. Doe dat maar eens niet.
Ik loop even mee hoor. Oeh, actie! Oh, wat zijn jullie knap! Zo! Oeh! Probeer die staart ook echt te pakken. Hé! Hey. Nou, het is weer goed tussen de twee hoor, Moos. Die is nou lekker aan het kroelen. Ja, oh, het ziet eigenlijk heel zielig uit! Ach, arme Guus. Guus zijn benen worden zo meteen even gewassen. Ik ben benieuwd hoe Moos erop gaat reageren. Oh, hij gaat gewoon eten. Oh-oh. Guus die is net helemaal schoongemaakt. En natuurlijk, wij kijken even niet. We zeggen tegen Guus, alsjeblieft niet gaan rollen. En Moos ligt op de grond om te rollen, zeg. Oh, dit ziet er echt zo leuk uit. Nou, we hebben ze even op de poetsplaats gezet. Moos heeft dus zitten, ja, liggen rollen. Oh, nou, dat komt helemaal goed uit. Hij ziet er weer niet uit. En dan zag ik net Gijs. Dus dan heb ik hem nou gezwaaid. Hoe Moos helemaal er zo uitziet. Het is ook best wel nat, maar we gaan zien of we het nog een beetje mooi kunnen maken. Nou, dit is voor. En dit is na. En Moos en Maan heb ik zelfs ook geknipt. Ze zijn niet helemaal perfect en mooi, maar beter iets dan niet. Want nu heeft hij niet meer zo'n bezem op zijn hals. Het ziet er iets beter uit. I would like to go there, at the back of the house, where a high school teacher caught us when making out. You and me, perfect strangers, but really not at the same time. Nothing can come between us. You and me, we're staying alive. Alive, forever alive. So hear me out. I'm telling you now, we're gonna go all the way up. Cause we got it all figured it out. For the both of us, we like the fountain of youth. I can hear them talking so far away from the truth. You and me won't take notice of any smooth talk or bad vibes. Climbing up and you know it. You and me, we're staying. Nou, wij gaan nu van paard wisselen. Want ik ben wel heel benieuwd wat jij nou van Moos vindt. We zijn een beetje vooruit gegaan. Maar... Ja, ik heb al vaker op Moos gereden. Oh. Oh, oh. Is het dan ook geweldig boos. Ja, je kan best goed zien, maar Moos en Guus, die zijn misschien alle twee wel een rode fjord, maar qua vachtkleur verschillen ze toch best wel. Kan ook wel komen omdat Guus gewoon echt een enorme lange wintervacht heeft, maar hij is dan vrij geelachtig en Moos is meer rood-oranje toon in zijn vacht of zo. Ja, terwijl zijn aalstreep bijvoorbeeld niet zo heel zichtbaar is als die van Guus, vind ik. Ja. Die zie je echt heel erg in zijn voorpluk ook. Terwijl bij Moos zie je dat helemaal niet zitten. Dat is gewoon een witte pluizenbol.
Dus dat is wel leuk om te zien. Nou, we zijn dus nu klaar met rijden. En Jolanda, wat vond je nou van Moos? Want je hebt anderhalf jaar geleden ongeveer op hem gereden. Ja, ik vind Moos echt leniger al geworden. Mm-hmm. Dan Spaanse pas kon hij toen nog niet volgens mij, hè? Nee, de hele tijd Spaanse pas. Ja. Zijgangen gaan veel makkelijker. Mm-hmm. En dus gewoon binnenwaarts, een beetje travers zo. Mm-hmm. Vooral in de stap was hij echt heel fijn. En, maar de rest. Ja. Draf niet. Nee, de draf was ook veel beter. Nee, vond ik ook echt wel. Het is echt weer een hele vooruitgang met de vorige keer. Ja. Ja. Maar er is nog wel veel te doen. Oh, ja. Mijn batterij is ook bijna leeg. Nou. Ja, dus ook omdat het koud is, denk ik. Met de koude weer, dan gaan die batterijen snel erin. Ja. Nou, ik ga... Wij gaan de paarden afzadelen. We zijn weer thuis en Noora staat daar lekker te eten. En Mo staat hier lekker uit zijn slow feeder te eten. Het was echt heel erg leuk bij Jolanda. En ik vond het ook fijn dat zij ook even op Moos heeft gereden en even heeft gevoeld weer. En ja, het was gewoon een hele leuke dag. Ik ben er niet de hele dag geweest. Dus ik moet eigenlijk zeggen, het was een hele leuke middag. En ik hoop natuurlijk dat jullie de video ook leuk vonden. En ga zeker Jolanda ook volgen op haar YouTube kanaal en sociale media. Dus ook Instagram en zo, want daar is ze ook actief op. En ze doet echt hele leuke dingen met haar paarden. Want ze heeft niet alleen Supergoes, maar ze heeft ook Jai. Dat is een bruine KWPN'er. Maar ze heeft ook een Italiaans paard, Carletto. En die is heel gaaf. Dat is ook nog een hengst. En ik vind het heel leuk om haar video's te volgen. Dus ik hoop jullie ook. Nou, vond je dit nou een leuke video? Vergeet dan geen duimpje omhoog te doen. Vergeet natuurlijk niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan tot morgen. Doei!